We zien dat privacy onder druk staat. Dit zijn cruciale tijden. Hoe vind je me nou paranoïde? For me personally, I'm very interested in the subject because I always wonder how can I kill this notion of we have nothing to hide. Ik vind privacy eigenlijk een term die meer verhult dan dat het verduidelijkt. Want wat is privacy nou eigenlijk precies? Er is niemand die daar echt een goede definitie van kan geven. Het gaat wel over dat je dingen kan afschermen. Maar dat is een hele beperkte opvatting, denk ik. Het probleem zit dieper. Vanuit het oogpunt van effectiviteit, denk ik, en dus ook privacy, om aanwezig toezicht beter te communiceren. Een heleboel mensen weten niet dat het er is. Een heleboel mensen weten ook niet wat het kan. Op zich is er niks mis met de overheid die kennis wil en data wil van andere overheden. Maar, wederom, we zullen hier samen voor de grenzen moeten gaan bepalen. Oké, dus laten we beginnen bij de basis. Weten we of het een man of een vrouw is? Privacy en surveillance zijn allebei vrij abstracte begrippen. Als ik privacy heb, dan is wat ik doe niet zichtbaar. En als ik iemand bespioneer, dan is het ook niet zichtbaar dat ik dat doe. Tenzij dus iemand als Snowden dat allemaal weer op straat gooit.